Ik ben Joost Postma, weerwaarnemer op Schiphol. Goedemorgen Annemarie. Hey, goedemorgen. Blij dat je er bent. Hey. Als weerwaarnemer hou ik me bezig met het actuele weer op de start- en landingsbanen van Schiphol. Degenen die gebruik maken van mijn informatie zijn de luchtverkeersleiding, piloten die starten en landen van en op Schiphol, afhandelingsmaatschappijen, de havendienst. De reden dat er een weerwaarnemer op Schiphol is, is omdat Schiphol een hele grote luchthaven is, dat er veel vliegbewegingen zijn, dat het weer heel erg veranderlijk is. Rust, hè? Goeie reis. Ja, oké. Okay. Dag. Please create a weather report. Ik kijk naar de zichtkenmerken, hè, dus torens in de omgeving. Ik kijk naar de bewolking, hoeveel er zit, hoe hoog, hoeveel lagen, hoeveel van de hemel bedekt wordt met de wolken. He, dat geven we in achtsten. Dus 0/8 is onbewolkt en 8/8 is helemaal bewolkt. We hebben nu dus 8/8 bewolking en dat noemen we dus overcast, het Engelse woord voor helemaal bewolkt. Nou, er staat natuurlijk allemaal meetapparatuur in het veld, he, zoals we dat noemen, op de luchthaven. Dan kun je hier mooi in, hebben we hier een mooi kaartje van. Maar ook hier kun je zien dat er meer bewolking binnenkomt drijven. Dat kun je aan deze registratie zien. Wat is dat toch met dat weer? Waarom is het zo fascinerend? Het is een van de weinige dingen die we nog niet kunnen of nauwelijks kunnen beïnvloeden als mens. En dat maakt het wel heel interessant. En hoe het weer nog van invloed kan zijn op de luchtvaart bijvoorbeeld. En op ons leven, op de maatschappij. Dat maakt het fascinerend.